Cora, je ziet hier heel veel prenten en tekeningen liggen van historisch in Heemskerk. En ik wil je graag uitnodigen voor een historische kerstwandeling door het mooie dorp De Heerlijkheid Heemskerk. En wat is daarop je antwoord? Nou, dat vind ik enig. Leuk. Nou, anders had ik het niet gedaan, dan had ik het in mijn eentje. Maar met z'n tweeën is toch altijd, weten we meer, hè? Ja. Nou, alleen ik ben een beetje nerveus, want het gaat over Heemskerk en dan mag ik geen fouten maken. Want elke echte Heemskerker, die weet alles van Heemskerk. Ja, dat is waar. En dan heb je ook nog die Heemskring, zie je dat? Ja, ja. Nou, die weten. Nou, en dan met als toppunt het prachtige jubileumboek van Goos Stavenuiter en Gerard Castricum. Dat is met wetenschappelijke plezier gemaakt. En eigenlijk verdient dit de waarde van het niveau van een proefschrift. Dus die weten ook alles. En als je dan nog iets niet weet, dan ga je naar de gebroeders Diemeer. Wie kent ze niet? Zijn legendarisch. En alles wat je schriftelijk niet vaststaat, weten zij mondeling. Dus nou, op dat niveau moeten wij. En ik zal je geruststellen. Goed. Want eerst mijn gewetensvraag. Ben jij wel een echte Heemskerker? Nee. Wat dan? Wat ben je dan van oorsprong? Een aardbei. Een aardbei, een beverwijker, een wijker? Ja, ja. Ah, nee. Ik ben ook maar import hoor in Heemskerk. Want ik heb wel een Beverwijkse emigratieachtergrond. En mijn ouders komen, één van Heemskerkerduin, ander van Hofland. Maar dat recht ben ik helemaal kwijtgeraakt. Geëerst met je heel ordinair naar het Europaplein. Daar woont mijn zwager Hein van Leeuwen. Ik heb er ook in de buurt gewoond. Goed. En die heeft een fotozaak en die woonde precies op de grens, zeg maar tussen Heemskerk en Beverwijk, Oosterwijk, Europaplein. En die kon altijd precies aan mij vertellen wat het verschil tussen een Heemskerker en een Beverwijker was. Hij zegt, er kwamen ze voor een trouwreportage. En Beverwijkers die zeggen, nou, die gaan zitten aan het bureau. Ja. Zeggen, ik wil dit, ik wil dat, ik wil het zus, ik wil het zo. Hoeveel kost dat? Prima, wegwezen. Ja. En Heemskerker komt binnen en die gaat eerst naar al die portretten kijken die er hangt. Hé, die ken ik. Dat is er eentje van die. Verrek, heb je die ook op de foto gezet? Dus die is de hele tijd bezig met eerst eventjes aftasten. Ken je mij? Van wie ben je er een? Waar hoor je bij? Ja, is het vertrouwd? En dan willen ze ook ter zake komen. Ja. Dus Heemskerk is altijd op wie ben je? Een Beverwijker is altijd van ik mot wat van je en doe het maar. En dan betaal ik voor de rest geen gezeur. Maar Heemskerk moet je aardig vinden. Ja. Nou, hoe zou dat nou komen, dat verschil in gevoel? Ik heb in Beverwijk gewoond. Ja. Tot 13 jaar. Tot mijn jeugd dus. Ja. Ik vind Heemskerk op een of andere manier gezelliger, warmer. Ja. Nou, dat heeft daar toch mee te maken. Ja, ik denk. En inderdaad, Beverwijk. Ja, ik weet wel veel van mijn jeugd te vertellen. Ja. Maar het is in Heemskerk gemoedelijk. Goed, gemoedelijker. Daar heb je een waar woord, hè? Ja. En ik denk zelf, ik heb er ook diep over nagedacht. En sociologisch gezien, denk ik, het is het verschil tussen de Breestraat, recht toe, recht aan. En Heemskerk heeft altijd een rondje om de kerk. Ja. En als je dat rondje niet hebt, je hebt een ander rondje rond de winkels. Ja. En het een is agrarisch, het ander hoogovens, stedelijk, dorps. Kortom, een Heemskerk draait graag omheen, komt andere mensen tegen en in Beverwijk recht toe, recht aan. En wat heb je daarvoor moois? Iets heel moois. Dit is een platte grondje van Heemskerk, hè? Ja. En het is de lijn Heemskerk, of hoe heet dat? Haarlem uit Geest, de spoorlijn staat er al op. Ja. Dus het is van na 1867. Ja. Maar het is nog wel 19e eeuw. Ja. En is hand ingekleurd. En het grappige is, ik heb hem niet in dit handboek gezien. Dus misschien is het wel een bijzonder vondst. Of het is zo bijzonder dat het hier niet in staat. Of het is zo gewoon dat je zegt, nou dat hoeft er niet in. Ja. Maar het kaartje staat niet in dit boek. Het is een oude, hoor. Oude, ja, 19e eeuw. Goed, hè? Nou, Cora, we zijn inmiddels in Heemskerk. We wandelen eventjes en dan gaan we natuurlijk eerst naar het hart van het dorp, hè? We hebben daar prachtige gravures of tekeningen van. Hé, als ik deze daarna, die staat hier wel afgebeeld, hè? Zie je hem? Kan je hem zien? Ja, leuk, hè? Die hebben we dan toch maar. Ja. En ik denk dat het toch een echte kopergravuur is. Ik twijfel even, maar als ik die rand zie, die is onregelmatig. Dus ik hou het op een echte. Ja. Ja. En die is dan van... Ja, zie je het? Ja. Dat hou het op een echte. En wat heb je nog meer?
Heemskerk. In de winter. Let it snow, denk ik, of niet? Nou, ja, jawel, het kan. Grijze lucht. Ja, jawel, er ligt een beetje sneeuw. Ja, een beetje sneeuw. Dit is een hele echte tekening, hè? Uit 1943. Ja. 1943 van B. van Doren. Met veel liefde en precisie. En ik denk van de avondopleiding tekenen, want het is wel heel... Hartstikke mooi. Ja, dan hebben we hier nog één. Ja, ook weer. Nou, je ziet het. Maar niet een echte, maar... Ja, houtsnede, toch? Deze? Nou, een druk van een houtsnede 28. Nou, we hebben drie keer de kerk. Dus Heemskerk en de kerk, dat is ongeveer... Het heet onder andere niet Heemskerk. Heem is thuis. Ja. De kerk waar je je heem is, waar je je thuis voelt. Dus rondom de kerk, daar gebeurt het in Heemskerk. En hoe heet dat? Het was ook, Heemskerk was ook grotendeels katholiek, hè? Tuinders, katholiek, agrarisch, de pastoor. Terwijl Beverwijk is toch wat protestantser. Nou, ook behoorlijk, hè? Wat heb je daar? Wat heb je daar? Ja? Enige in de Begijnenstraat die niet katholiek was. Ja, maar dan zat je ook vlakbij de Agatha-kerk, hè? Ja, en het is ook dom dat jullie niet katholiek geworden zijn. Maar dat is het hele ook misschien heel verstandig, hoor. Hé, je slaat wat over. Ja, die wees ik. Ja, oh, die wil ik eerst zien, want dit is protestants. Ooit katholiek geweest, maar natuurlijk met de hervorming... koos de intelligentie, die koos de andere kant. Ja. En de traditionele boer bleef gewoon lekker rooms. En die heeft toen, wat is dit? Prachtig. Ja, prachtig, maar wat is het? Het is dat prachtig. Is toch de Laurentius? Ja, dat mag je wel zeggen. De Laurentius, onze Lau. De Lau. Weet je wel, van die heilige, heel veel mensen heten Lau ook in Heemskerk. Ja, ja, ja. Laurentius, die heilige, weet je dat, die gebraden werd, hè? Ja. Oh. Ja, die ging op het vuur en toen was de ene kant geroosterd. Als martelaar. Oh, het is weer een heel ander verhaal. Ik ga dat... En toen was de ene kant nog niet gaar. En toen zei hij, doe me nou maar op de andere kant. Dan ben ik helemaal gaar. Ja, maar, Lauren, echte tekeningen. Ja, en denk je dat ik hier nog de maagd zie? Die kerk? Is een kruis, ja. Ja, ik denk dat die erbij is. Echte tekening, gesigneerd. Ik weet niet van wie. Nee. Nou, Cora, dan hebben we de kerk gehad. Ja. Dan gaan we naar het wereldse gedeelte van onze wandeling. En dan gaan we natuurlijk eerst naar de... Zeg het maar, wat je ziet. Wat? Ik denk Assenburg. Assenburg, ja. En wat en het andere? Ja, nog eentje. Het is niet... We hebben Assenburg en... Marquette. Marquette, dit zijn de adellijke huizen. Assenburg en Marquette. He, die hebben daar behoorlijk stempelig op gedrukt, hoor. De jonkheergevers van Marquette. Ho, ho. Ja, het hoort het gewoon. Nou, zie je het, zie je het. Want ik heb hier, wat staat er, lees eens hardop voor... Het vlek Oosterwijk. Het vlek Oosterwijk. En toen ik dat zag, toen werd ik toch blij. Maar ik dacht, Cora, dit is ons oude Oosterwijk. Ja. Met die vijver, met dat stukje kasteel erop. En dan die ridder die erbij staat. En ik denk, en die staat in geen één afdeling. Dus ik ga morgen naar die historische kring en zeg, kijk eens wat ik nou heb. Toen ging ik verder zoeken. Cora, en wat denk je? Het is wel echt hoor, maar wat deugt er niet aan? Het is... Een andere plek? Het is toch niet Oosterwijk? Ja, het staat wel met twee O's. Maar ik denk dat het Oosterwijk in Brabant... of ergens bij Leerdam in de buurt is. Precies, nee, in die kant moet je het zoeken. Rest ons de prijzen natuurlijk, want... Kunst is mooi, maar er moet wel een prijsje op staan. Maar wat zullen we dan bij deze doen? Ja, die is wel echt hoor. Ja, even goed een tientje. Ja, zullen we zeggen, alles wat echt is 15? Wat echt, waarvan wij denken, het is echt 15. Waarvan wij denken, het is niet echt. 7,5. Dan heb ik nog één twijfelgeval, maar die rekenen we gewoon als echt voor de veiligheid. Juist. Ja? Ja, doe maar. Nou. Ik wens alle mensen hele fijne dagen toe. Cora, nou schiet ik toch bijna vol, maar ik ben in mijn harde hoor, wat dat betreft. Ja? Ik wens, nou ja, goed. Ik doe het meer van binnen. Bij mij zit het altijd van binnen, hoop ik. Goed, de kerstgedachte zit hier diep in. Nou. Klaar.